Breda Nu. Je weet het meteen. Op de Koninklijke Militaire Academie, het Kasteel van Breda, is een bijzondere bullenparade gehouden. De bullenparade is een diploma-uitreiking voor kadetten die hun opleiding succesvol hebben afgerond. En dit jaar was die extra bijzonder omdat niemand minder dan premier Rutte de diploma's aan de kadetten uitreikte. Allereerst richt ik me tot de mannen en vrouwen die vandaag hun officiersdiploma krijgen. Jullie hebben lang naar dit moment uitgekeken. Wat is er veel gebeurd sinds de dag dat jullie voor het eerst het kasteel van Breda binnenliepen. Kennis maken met elkaar, met jullie kaderleden en met het militaire leven. De bulluitreiking is een belangrijk moment in de loopbaan van jonge officieren. Maar de bulluitreiking van vandaag is uniek door de aanwezigheid van onze minister-president. Excellentie, aan u het woord. Dames en heren, aangetreden militairen. 2 maanden geleden liep ik mee met de eindmars van de luchtmobiele brigade. 25 kilometer lang ploeten we door de donkere nacht. En om eerlijk te zijn, het viel me niet mee. Maar die nacht viel in het niet bij wat de toekomstige rode baretten in totaal presteerden. Ze hadden in enkele weken ruim 300 kilometer met een loodzware rugzak gemarcheerd, 425 uur in het veld gebivakkeerd en vele mentale opdrachten uitgeboerd. Wat moet hebben gevoeld als een tanteluskwelling, kwam die nacht tot een einde. Maar de laatste loodjes waren zwaar. Het waren de commandanten en de toekomstige collega's die deze soldaten aanmoedigden, inspireerden en ze er die nacht doorheen sleepten. Dat leiderschap wordt vanaf vandaag ook van u verwacht. Hoe voelde u zich op het moment dat al die kadetten langskwamen marcheren? Ja, ik denk dat je dat wel gezien hebt. Hè. Er zijn vandaag wat mij betreft 2 rilmomentjes geweest. Dat is op het moment dat een deel van de cast van Soldaat van Oranje het lied Als wij het niet doen, wie dan? Zongen. Ik denk prima geplaatst, sloot keurig aan op de speech van de premier. Ja, en het tweede moment is het moment dat ze voorbij paraderen aan de tribune waar al hun ouders en familieleden zitten. Ja, en ik heb de jongens natuurlijk 4 jaar geleden zien opkomen in spijkerbroekjes. En ze gaan nu als grote heren en dames van het plein af. Nou, daar mag ik best trots op zijn. Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt. Het gaat niet weg als je je ogen maar sluit. Je hoort en je ziet, maar je zwijgt. Volg je je hart? Een jaar geloof ik, je hebt de KMA gestudeerd. Wat heb je precies gedaan? Ja, het is militaire vorming wat je krijgt. Hè? En ook een stukje militaire vorming, dus het groene gedeelte wat je krijgt. Dus op bivak gaan en in het bos slapen. En daarnaast krijg je ook een heel groot deel theorie. Wat echt heel belangrijk is ook, hè, voor je vervolgfunctie. Omdat je dan toch meer achtergrond hebt over bijvoorbeeld luchtoperatie en alles. Dus dat is interessant. Vandaag waren er ook een aantal wat hogere gasten, om het zo maar te zeggen. Hooggeplaatste gasten, premier Rutte onder meer, maar ook de burgemeester van Breda. Geeft dat nog een apart tintje aan zo'n diploma-ceremonie? Ja, het is toch wel bijzonder, want dat maak je ook niet elke dag mee natuurlijk. Nee, dus dat vond ik heel bijzonder om mee te maken. Ja. Wat vond je ervan dat je diploma uit zijn handen kreeg? Dat hij je ook nog persoonlijk even aansprak? Ja, dat vond ik echt bijzonder, want ik had verwacht dat hij zo gewoon zou zeggen van nou, gefeliciteerd. Maar hij maakte er ook echt een persoonlijk verhaaltje van en dat had hij niet hoeven doen, dus dat vond ik echt top. Premier Rutte sprak ook nog even over de begroting van Defensie, dat hij er toch wel fors wat geld bij krijgt. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat natuurlijk goed. Ik bedoel, ik ben nu bijna 40 jaar in dienst. Het overgrote deel van die tijd zijn we bezig geweest met bezuinigingen. En wat je nu ziet is dat er voor de eerste keer geld bij komt. Heb je nog een boodschap aan alle mensen in de burgermaatschappij over Defensie en over de KMA? Ik zou soms wel eens willen dat er meer waardering voor was. Je hoort nu natuurlijk wel steeds meer. Maar het is echt belangrijk wat we allemaal doen. En die waardering die mis je af en toe. En ik zou willen dat dat er af en toe wat vaker was. Iedereen zegt altijd, hè, je gaat op uitzing, maar dat is een keus. Dat is natuurlijk ook zo. Maar we hebben wel een groter doel voor ogen. Defensie, ja, je kunt het zien als een grote familie eigenlijk. Je hebt allemaal iets gezamenlijks. Je hebt allemaal hetzelfde doel. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat geeft ook wel een bijzonder gevoel. Petten!